Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op het Chill Tracks. De enige echte. We gaan iets doen wat we normaal nog nooit eerder gedaan hebben. En dat is GTA Roleplay, maar dan in de server van Vlodder. Genoeg gehad. We gaan in de Vlodder server gaan we kijken. En dit volg ik al een hele tijd. En ik had al een paar keer gekeken, maar ik kon elke keer niet inkomen. Nou, dat was dus omdat ze nog niet klaar waren. Nu zijn ze inmiddels klaar en kunnen we de server gaan bekijken, jongens. Nou, we gaan hier eens even langs lopen, jongens. Dit is een of andere pad of zo. Ze hebben het echt gemaakt zoals Vlodder normaal ook is. Dus niet, kijk nou eens. Wat is dit dan? Dit is die videotheek. Dit is de videotheek, kan ik erin? Nee, ik kan er niet in. Dit is die videotheek. Er is toen ook nog een keer van de tv-serie is daar wat toe van opgenomen. Maar goed, in ieder geval, ze hebben het echt zo gemaakt zoals in de serie. Alhoewel de huizen aan de achterkant kaal zijn. Plat. Alleen de voorkant van de woningen die zijn aanwezig. En hier is het wel helemaal voorkant en achterkant gebouwd. Dat is het enigste. Maar voor de rest is er eigenlijk het... Oh! Kijk eens, jongens. De rotonde van Zonnedaal. Nou, hier is de studio. Dat wou ik dus zeggen. De studio, als het goed is. We gaan even kijken hoe dat gaat allemaal. Maar kijk eens de rotonde, jongens. Welkom in Zonnedal. Fantastisch. Wat is dit mooi nagebouwd, zeg. Hey. Dit is echt heel mooi nagebouwd, hoor. Hey. Dus, fantastisch, jongens. Fantastisch. We gaan eens even een kijkje nemen. Oh, hier hebben ze nog een... allemaal... pijpen neergezet en helemaal afgezet en een stukken platen ervoor. Echt leuk gedaan, zeg. Hey. Echt fantastisch. Dan gaan we eens even verder neuzen. Waar gaan we eerst heen? We gaan eerst even door de Zonnedaal heen lopen. Oh, hij hapert een beetje. Maar goed, we gaan even rondlopen door Zonnedaal. Ik ben echt benieuwd wat ze allemaal hebben nagebouwd. Wat is dit dan? Oh, dit is het vliegveld. Dat is niet echt heel erg belangrijk. Ik wil het huis van Vlodder vinden, jongens. Waar is het huis van Vlodder? Dit is de videotheek waar we net waren. Hier waar we de vlog begonnen. We lopen even een blokje rond. En die straat, hè. Het is net echt of dat je in... in Zonnedaal loop. Al die huizen zijn allemaal trouwens weg allemaal. Hè? Dit is allemaal weg trouwens. De producent was First Floor Features. Die is failliet gegaan. En toen ze failliet gegaan zijn is alles weggegaan. Het is nu een of ander bedrijf of zo is het. En... ze hebben dit allemaal gesloopt allemaal. Of in ieder geval, ze hebben het in de brand gestoken. Ik heb als het goed is op YouTube kan je een video ervan vinden. Dat ze alles aansteken en in de fik zetten en zo. Dat heb de brandweer toen gedaan. Dan konden ze toen brandweeroefeningen mee doen. Oh jongens, het huis van Vlodder. Oh, hij is er. Hey, ik ben wel de roze Sevy ben ik kwijt. Waar is de roze Sevy? Het zwembad. Met een klein laagje als het goed is, hè? Ja, klopt ook nog eens. Een klein laagje. Oh, wat is dit gaaf, zeg. Wat is dit ontzettend gaaf, zeg, jongens. Nee. De auto van Shuni is weg, hè. De auto van Shuni is weg.
Leuk hoor. Hé. Maar als hier dan het huis staat. Even kijken, dan moet dit het huis van de neutenboompjes zijn. Ja, de neutenboompjes, zo was het. De neutenboompjes, ja. Volgens mij was die. Oké, nou, er zitten. Hallo, wat doen jullie bij het huis van familie Neutenboom? Zijn jullie familie van de neutenboompjes? Hallo. Hier, oh, ga maar leggen jij. Zo, jullie mag hier helemaal niet komen. De neutenboompjes, hè. Wauw. Nummer 11, de neutenboompjes. Ja, dan is dit de Netelweg, hè. De Netelweg, hè. Daar woonde de familie Vlodder woonde daar. We gaan eens even verder kijken. Oh, kijk nou. Trouwens, dit is ook wel leuk. Echt die brieven dinges van met Vlodder erop. Echt leuk, hoor. Hey. Fantastisch dit, jongens. Wauw, dit is erg leuk gemaakt, hoor. Hey. De Netelweg 13, jongens. Hier ook weer een rotondetje. Ja, het is echt leuk gedaan. Fantastisch. Ziet er echt leuk uit. Jee, dat de mensen dit kunnen maken, hè. Ongelooflijk, jongens. Oh, we hebben een rondje gelopen. Nu zijn we weer bij het huis van Vlodder. Als het goed is, of niet? Ze deden ook... misschien wel leuk om te zeggen. Hé, de Chevy die staat er. Wat ook trouwens wel grappig is om te vertellen. Dat is dat ze beelden in Vlodder spiegelden. Zodat het net leek of dat ze op een andere plek waren. Terwijl ze in principe eigenlijk alweer 3 keer langs het huis van Vlodder waren gereden. Dus dat is wel heel grappig. Nou, we gaan gelijk maar even de roze Chevy even pakken, jongens. Ik vind het wel leuk, eventjes. Even de roze Chevy. Gaan we eerst even naar de loods toe. Ah, oh, kijk eens. Oh, dit is Pizzeria. Dat koffiehuis. Oh, fantastisch zeg. Hey. Oh, dit is erg leuk. Het koffiehuis van Pizzeria. Wauw, zeg. Hey. En hier hebben ze toen ook zo'n scène gemaakt met Bart Smart. Dat weet ik ook nog wel uit de televisieserie. Oh, en dit is dat bedrijf waar ze toen... ja, een of ander medisch ding of zo was dat. Pharmacon. Echt leuk gedaan, zeg. Hey. Wauw, dit is echt gaaf gedaan. Kleine handel zonnebrillen en zo. Ja, wat grappig. En hier allemaal kaarten. Die je kan kopen en dan naar mensen kan versturen. Leuk, zeg. Echt... Fantastisch. Ja, het is echt leuk gedaan. We gaan even verder rijden. We gaan daar even naar binnen. Waar kunnen we er ergens in, jongens? Waar kunnen we er ergens in? Ook over de sportwagens allemaal. Oh, hier kunnen we erin. Dan moeten hier de binnensens zijn, want in dat huis kon ik niet inkomen. Dan moet hier de binnensens van Vlodder zijn. We gaan eens even kijken. Hier een stuk rails van de camera.
Oh, er zitten ook allemaal, allemaal personages allemaal binnen. Oh, kijk, dit is het koffiehuis van Pizzeria binnen. Met die wc, ja. Vrouw, man. Nee, daar kan je niet in. Dat was altijd het Soenische kantoortje, hè? Zei hij altijd. En dan hier het café. Fantastisch, zeg. Hey. Ja, echt leuk gedaan, zeg. Oh, hier is een scherm. Ah, dit is de woonkamer van de Lighthouse hier, ho. Je hoort hier helemaal niet te zijn. Opbotten. Opzouten. Hoe heet dat? Dit is de woonkamer dan van Sunny. Ah, hier hebben ze dan zogenaamd de trap naar beneden, maar dat is natuurlijk niet zo, want... is dit dan? Kan ik daarheen? Wat is daarheen? Oh, de douche. De douche. En dan hebben we hier nog een kamer. Daar kan ik niet in. Dus dan lopen we gewoon even om. Oh, dit is de kamer van Kees. Van Kees Volder. Kijk nou, met een opblaaspop erbij en zo. Geweldig, zeg hé. Fantastisch. Ah, dit is echt gaaf, zeg hé. Leuk. Hier de douche. Maar waar is dan... Oh, dit is de kamer van Kees. Van de vrouwelijke Kees dan. Ja. Hier met een foto van... leuk joh. Ja, dat is echt... Wauw. Wat is dit grappig joh. Daar staat de roze Chevy weer. Oh, dit is de woonkamer. Ja, dit is de woonkamer jongens. Hier ga je naar binnen. Hier heb je een trap waar ik er net liep. Want dat is geen trap. Dat is dan hier ook natuurlijk. Kijk. Oh, dat hebben ze zo gemaakt. Dat je toch de trap op kan lopen. En... oh, hier zitten we weer in dat café van Piet en Ria. Maar we moeten even teruglopen. We moeten even terug het huis in. Oh. Ja, William Street, ja. Dartboard, fantastisch zeg, hé. En dan hier de woonkamer, hè, met de Sherry van Ma. En weer van die vervelende mensen erbij. Wat doen jullie hier, oh joh? Jullie zijn hem gevonden, wegwezen. Oh, we gaan even ruzie zoeken, jongens. Je hoort hier helemaal niet te zijn, joh. Jullie gooien de hele video in de war, jongens. Oh, nou heb ik de politie achter me aan. Kijk nou, hij. Zo, opzouten. Opzouten jullie. Kijk nou. Hij is Chris gewoon helemaal. Dit was het in ieder geval. Nou, kijk eens jongens. Nou, kijk eens. De tuin. Oh, oh. En dit moet ook altijd zo'n klein laagje water op zitten. Oh, hier zit alleen maar geen laagje. Die loopt gewoon over het water heen. Maar dit is echt mooi gedaan hoor jongens. Fantastisch zeg. Hey.
Dit ziet er echt ontzettend mooi uit. Met echt dat, die bossen. Jij hebt een soort arteerwerk, had je van een of andere meisje toen. En zag je ook de hele buitenkant, zag je. En dat ziet er dus zo uit. Gewoon een blad met allemaal van die, allemaal van die bomen erop. Ah, meespils. Ja, meespils. En hier het hondenhok, hè, van, hoe heet die? Whisky. Ja, whisky heet die. Ja, natuurlijk. Hoe kan ik dat vergeten? Wauw, dit is erg leuk gedaan, zeg. Ik weet niet hoeveel keer ik het al gezegd heb, maar dit is echt wel ontzettend leuk. Nou, dan gaan we weer naar buiten toe. Ja, leuk gedaan jongens. Fantastisch. Het ziet er echt fantastisch uit. Als je GTA hebt en 5M hebt, zou ik zeker weten even een keertje gaan kijken bij, bij Folder. Kan ik er nog instappen? Ja, ik kan er instappen. Nou, dan gaan we weer wegrijden jongens. De Chevy. Oh, ik stoot er ook wel tegenaan. Maar ja, Johnny reed ook altijd nooit echt netjes. Dus, nee, ik kom er niet meer uit. Ik ga wel even anders in ieder geval. Wat ook wel grappig is trouwens. Je moet eens een keer voor de grap moet je eens een keer kijken naar de videoclip op YouTube van The Golden Earring. Het liedje heet Burning Stuntman. En die is ook opgenomen op de set van Florida. Je ziet de café, dit zie je eigenlijk. En op een gegeven moment, als hij die stunt gaat doen, zie je ook echt de wijk Zonnendaal. Zie je. Oh, hier staat ook nog zo'n bord met welkom in Zonnendaal. Grappig. Ja, dat is echt leuk, jongens. En het huis van de neuterboompjes staat er ook helemaal netjes bij. Ja, het is echt. Dat de mensen dit kunnen maken, vind ik echt geweldig. We gaan hier even uitstappen. Nou, en dan bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende video maar weer. Dit was Zonnendaal in GTA 5 Roleplay. Ja, een fantastische server. Echt prachtig. En we gaan hier zeker weten nog wel eens een keer een kijkje nemen. Groetjes en ik zou zeggen, tot de volgende. Doei!